Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar mijn tweede kanaal. Mijn naam is Milan Knol en vandaag heb ik een ontmoeting met Sydney Smelts. Sydney Smelts is bekend van dit filmpje. Van blowen word je niet dom, maar iemand wist dat natuurlijk al lang. En dat is Twitter G, snap je G? Want van blowen word je niet dom. Maar ook van dit filmpje. Het zou heel schadelijk zijn voor de mensen op straat. Je moet niet op straat blowen. Ik blow op de stoep. Dat is lang, lang geleden. Hij is inmiddels misschien al veranderd of niet. Daar gaan we achter komen. Hij stuurde me namelijk een random appje van: yo man, hoe is het? Nou, goed. Met jou ook goed. Hey, meedoen met de video? Ja, is goed. Doe wel mee. Wat ga je doen? Op pad met heet het. Dus hij heeft een YouTube kanaal. Die staat wel in de beschrijving. En daarin wil hij op pad met zijn grootste inspiratiebronnen en helden. Tenminste, zo verwoordde hij het op de app. Ik vind het een hele eer dat ik een inspiratiebron ben van Sydney. We gaan zien wat de dag vandaag brengt en jullie gaan een beetje achter de schermen checken hoe of wat en wat we gaan doen. Yo! Wat kan ik hier? Goed! Ik ben er nog niet van. Als je dit ziet, dit wordt allemaal geknipt. Ik wil hem ook niet meer waggies, dit is niet mijn waggies van mijn vrouw, heb ik gestolen. Kom, moet jij zo filmen? Ja. Ja, je mag wel eens filmen hoor. Nee, dat snap ik. Dat snap ik niet. Ja? Jawel, dat snap ik. Dat is allemaal oké. Je kan gewoon hier voor het hek en dan gewoon het huis filmen, als je maar niet de buren en die buren. Oh, je hebt, die buren zijn moeilijk? Nou, die zijn niet moeilijk, maar die hebben er niet voor gekozen om op film te zijn. En okay. Die daarnaast, daar woont Enzo, hè? Ben, woont Enzo nu hier? Ja, niet dit huis, maar die daarnaast. Nee, ja. Echt waar? Ja, hard hè? Echt waar? Ja, hard toch? Maar wacht, zien jullie als broers elkaar ook? Iedere dag bijna. Elke dag. Bijna iedere dag. Ja. Ik dacht hij is drugs, wa. Hi, Milan. Hi, Dimitri, man. Ik dacht hij is drugs, wa. Ik heb gezien hij heeft... Het was uit met zijn vrouw, toch of zo? Nou, dat is wel heel lang geleden, hoor. Ja, dat weet ik. Het is lang geleden, zwa. Ja. Hij heeft nu al denk ik 5 jaar, 6 jaar met Miron. Oh, hij is al 6 jaar met Miron. Ik was bij 6 jaar ben ik niet in de running geweest, bro. Ja, denk het wel. Thanks, dit is mijn waggy. Dit is niet van mij, zwa. Deze heb ik net gestolen van mijn vrouw. Heb jij een vrouw? Ik heb vrouw. Nee, ik ben nog niet getrouwd. Oké. Okay. Maar ja, ik zeg gewoon vrouw. Dat klinkt ook beter toch dan mijn chickie. Ja, maar het is onofficieel, hè? Wat is onofficieel? Nou ja, het is vast... officieel, zo. We hebben echt gemeenschap. Ja, laat ik het zo zeggen, G. Het is officieel, maar heb je geregistreerd partnerschap? Geregistreerd partnerschap? Heb je dat? Nee man, ik heb wel betaalde partnerschappen op Instagram en zo. Ja, okay. Maar voor de rest heb ik helemaal niks. Oké, maar dat is wat anders. Oké. Okay. Okay. Is iets heel anders, hè? Ja, maar maakt niet uit. Dit is ook een heel raar interview, zo. Ja, leuk man, Miele. Nee, is ook dit is gewoon, dit is voor mijn tweede kanaal. Is voor je tweede kanaal? Dus je hoeft hier niet eens op te letten. Oh, je hebt een tweede kanaal? Ja, hij filmt gewoon door en hij filmt gewoon hoe ik met jou de dag doorga. Oké, okay, ik ga jou niet verneuken met je opnames, dat is helemaal goed. Nee, ik denk niet dat je mij kan verneuken met mijn opnames. Okay, ik ben sowieso even lijp als jou, bro. Ja, maar ik ga met rust laten. Ik ga even een introotje pakken. Ik kom zo naar je osso, man. Ja, kom maar via de zijkant naar binnen. Zijkant, ja, toch? Oké. Okay. Wat een gezelligheid al, hè? Kom naar binnen, niet te veel filmen. We filmen niet waar er wordt gegaten. Kom. De laatste keer dat ik hier was het bouwval, man. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nu is het een woninginval, bro. Ja, het is nu helemaal klaar. Ja. En de tuin is ook helemaal af, het zwembad is helemaal klaar. Zeg je nou, het was een partijtje geld, zo. Ja. Bro, de energie is zelf al omhoog. Rutte maakt het niet eens meer uit wat geld is, bro. Nee, dat is wel waar, ja. Jij betaalt nu waarschijnlijk voor deze osso nog meer energie dan mijn osso, bro. Is dit energielabel A? Nee, dit is energielabel E. E! E, weet je waar voor E staat? Ernstig duur. Gekke shit, man, Milan. Zellig, man. Leuk, man, Milan. Moet jij nog iets hebben? Ik, ja, die Red Bull wel, maar... Ik heb echt alles, hè? Je hebt echt alles? Ja, kijk maar. Dan doe maar de energy dan nog. Ik heb Focus, Red Bull, Frisky... Focus? Wat is Focus? Kijk maar. Ik heb Focus nodig, man. Dan ga ik focussen, bro. Ja, toch? Focus is altijd lekker. Hey. Ik heb nog meer, maar dat is misschien leuk voor de video. Mag ik meenemen? Ja, kijk maar. Echt waar? Kijk hier. Ik heb een paard. Jezus. Dus als je nog eentje wil, dan mag je weer. Is goed. Ik ga eerst even wat roken. Knip.
niet eens van zwemmen, zwa. Oh, jij houdt niet van zwemmen. Kan je wel zwemmen? Ik kan zwemmen. Ja, ik heb A, B, C. Zwembrevet 1, 2, 3. Kikkerbrevet, snorkelen 1, 2 en 3. Je lul. Nee, echt niet. Ik lul niet. Waarom hou je er niet van zwemmen? Nee, maar ik vind het gewoon niet leuk. Je doet letterlijk alles op wat je kan behalen met zwemmen. Ja. Eigenlijk moet ik wel de gamekamer zien die je altijd ziet op internet, bro. Ja, goed. Altijd zie je die op internet. Ik ben gewoon in je werkkamer, kind. Ja, dat wel. Mag ik zitten? Ja, joh. Ik mag zitten, ja. Oké, leuk. Oh, hey, damn, je stoel zit lekker zwaar. Ja, we kunnen ook nog dit doen en dan hoef je niet te zitten. Dan gaat het gewoon omhoog. Nee, bro. Dit gaat nu wel heel. Dit is nu wel heel hoog. Dat is toch chill? Maar ik krijg geen cursus of zo wat ik moet doen. En bro, alsof ik het weet. Ik doe dit, ik sla gewoon altijd gewoon. En dan is het gewoon voor mij is het even kwijt, even weg. Even de stress die ik had. Heel tropical. Vitamine B3, B5, B6 en zink. Ja. Dit is fucking lekker, bro. Ja? Shit, man. Nou, dat geef ik je toch wel mee? Gratis. Ja, tuurlijk. Oh shit, man. Pak wel, pak. Leg hem meteen in je wangie. Nee, voor zo. Wow! Probeer het gewoon. Ik ga ze proberen, man. Ik ga ze zelf verkopen in de hoed, bro. Nee, grap. Nee, helemaal niet, man. Je werkt hard, hè. Sommige mensen gaan het zien en gaan zeggen, oh nee, maar het is Miracle, hij werkt niet hard. Je werkt kapot hard. Ja, dankjewel. Ja, G. Doe mijn best. We zitten lekker op het terrasje vandaag. Het is een prachtige dag, moet ik eerlijk zeggen. We zitten op, wat is het, 28 oktober, 29 oktober? Ik weet het niet. Zoiets, ja man, 28. Ja, gaat snel. De dagen gaan snel. Maar het is echt super mooi weer. En het is heerlijk, we zitten in het bos. Favoriete plek voor mij waar ik altijd kom. Ik denk, laat Sydney even zien waar ik altijd lunch en soms nog wel eens uit eten ga. Ik heb even tosti besteld, Marend ook. En geniet ervan. Anders, en oh, dit gaat trouwens ook gewoon van je uur af, hè? wat? Oh joh, weet je wat ik zie? Waar? Kabouter. Een kabouter. Heeft zijn muts af. Kijk. Ah nee, het is een kleine chima. Nee, die kill is aan het werk. Hij is kabouter. Je hebt hier kabouterpad, heb je hier. Ik ben kabouter, plop en samen met mijn vrienden. Mijn naam is Kwebbel. Ik kwebbel een kwebbel door. Ja man, en ik ben kabouter, plop en soms in ochtend drink ik chloor. Gangsters, abonneer voor de echte shit. En ik zeg je weet waar voor MK staat? Geen Michael Kors, maar Milan Knol. Rustig gaan, doei. Ik zeg je eerlijk, ik heb 1 keer 3 uurtjes gewerkt bij Henriette Roland. Oh nee, dat was taakstraf. Ja. Laat maar, zo, is raar. Dit is een heel raar gesprek.